Kijk, dit is een hele mooie plek waar je aan kunt zien dat hier een wild zwijn geweest is. Wilde zwijnen hebben hele harde voetschijven en daar kunnen ze de grond mee openmaken op zoek naar dierlijk voedsel. Sporen van wilde zwijnen zijn makkelijk te vinden in natuurgebieden Veluwe. Deze winter zijn er grote aantallen van deze dieren. Je kunt ze op veel plekken in het bos en zelfs op wandelpaden zien rondscharrelen op zoek naar voedsel. Wandelaars zien ook steeds vaker verzwakte wilde zwijnen... En boswachter Frank vindt ze regelmatig op stille plekjes ja, achter okay. bomen. Dood. Hier ligt dan een dood zwijn. Op dit moment gaan er best wel veel wilde zwijnen dood door voedselgebrek. Dit is er dan eentje van. Er zijn heel veel wilde zwijnen op dit moment op de veluwe, maar er is heel weinig voedsel. En dat zit zo. Stel je hebt een jaar met goed weer voor de natuur. Bomen zitten vol eikels en kastanjes. Dan is er genoeg voedsel voor alle zwijnen. Ze krijgen jonkies en er komen dus nog meer zwijnen. Als dat jaar erop, door slechter weer, er minder voedsel is, dan is er dus niet genoeg voedsel voor al die zwijnen. En zal een gedeelte van de dieren verhongeren. Als dat jaar erop de bomen weer vol zitten, is er weer genoeg voedsel voor de zwijnen en komen er weer meer bij. Als er in de jaren daarna een keer minder voedsel is, gaan er weer dieren dood van de honger. Ze moeten dus echt op dit moment ook overdag hun best doen om aan eten te komen. Als je aan het spelen bent in het bos en je komt zoiets tegen, een, een wildzwijn wat ziek is of een wildzwijn dat al dood is, gewoon laten liggen. Als hij nog leeft, weggaan en uh, afstand nemen. En als hij dood is, gewoon laten liggen. De natuur ruimt hem vanzelf op. Ja, het ziet er misschien zielig uit, zo'n verzwakt en hongerig wildzwijn... Maar de dieren voeren, dat vindt hij een heel slecht idee. Je moet geen wilde dieren voeren. Dat mag niet eens in Nederland. Dat is verboden. Maar je moet het ook niet willen. Dit is gewoon natuur. Gewoon zijn gang laten gaan. Niks aan de hand. Is dat niet heel hard? De natuur is ook hard. Volgens de boswachter is het nu juist goed dat er veel wilde zwijnen doodgaan. Dit dier blijft in de natuur liggen. En die wordt in de komende maanden, want zo lang kan het wel duren. Door allerlei dieren opgegeten. En als je hier over een half jaar terug zou komen, dan is alles weg. Een lekker maaltje dus voor andere dieren. Een lekker maaltje voor andere dieren en insecten. En over de toekomst van de wilde zwijnen maakt hij zich niet ongerust. Maar straks komt het voorjaar weer, dan zullen de vrouwtjes zullen gewoon weer jonkies krijgen. Er zijn dan eigenlijk heel weinig wilde zwijnen. En dat zorgt er dus voor dat het voedsel er is, dat ze dat allemaal voor zichzelf hebben. Dus er gaan gewoon weer hele mooie tijden voor die wilde zwijnen komen. Dat komt helemaal goed.